Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft gisteren een meeting gehouden met vertegenwoordigers van de muziekindustrie. Het onderwerp tijdens deze meeting was copyright. Het Bureau Intellectuele Eigendommen, BIE, van het ministerie is de uitvoerende instantie van het copyrightbeleid van de overheid. Volgens minister Stephen Tsang van HINT zal met de nieuwe wet bedrijven en beroepen het ministerie overgaan tot het registreren van alle bedrijven en beroepen. Met name het beroep van artiest zal worden geregistreerd. Volgens Daryl Pinas, stafmedewerker van de afdeling BIE, zijn er verschillende soorten artiesten. Echter was deze meeting specifiek voor de muziekartiesten. En dat betekent voor u dat u uzelf officieel kunt registreren als artiest. Dat brengt voordelen en nadelen met zich mee. En het belangrijkste voordeel is wel dat u nadat u bent geregistreerd, dat u dan bankable bent. Dat wil zeggen dat u ondernemer bent, dat u bij de bank kunt gaan om een lening aan te gaan. En dat zijn een van de voorwaarden die je nodig hebt om een lening te kunnen hebben. En dat is dat je geregistreerd bent. Er zijn meerdere voorwaarden, maar we zorgen ervoor dat in ieder geval dit afgedekt is. We werken aan de registratie en we zijn in onderhandeling met de Kamer van Koophandel. Het zou goed zijn als de registratie van het beroep artiest bij de Kamer van Koophandel kan, want dat betekent dat je dan een KKF-uittreksel kan halen met jouw naam erbij waarin staat dat jij artiest bent. De bedoeling is dat we een breder platform voor Surinaamse muziek vastleggen. En dat zou dus plaats moeten vinden. We hebben geen streaming, nog niet. Tenminste, Suriname is het zo van deze bestaande vanwege een grote groep streamers van hun platform gebruik kunnen maken. Dat zei ik, heb een paar hierin gegeven, maar er zijn meer. En we staan open voor. Oh ja, interactieve, dat zijn dus waarbij je zelf mag kiezen en niet interactieve, dat zijn radiostations die dus eigenlijk een vaste sjaar aan muziek aanbieden. Gospelartiest Bigiel Watsaam vraagt zich af als Suriname in deze kwestie het wiel weer wilt uitvinden. Hij geeft aan dat er structuur moet komen in de muziekindustrie van Suriname. Kabula-artiest Booster sluit zich aan bij Watsaam. Hij vindt dat de Surinaamse artiesten zich moeten schikken aan de regels die zullen komen. Kaseko-artiest Enver Panka zegt dat Surinaamse artiesten veel geduld hebben. Dus wanneer we praten over de muziekindustrie, wat ik vind altijd iets raar voor ons. We gaan het anders zien, maar wanneer gaat op een structuur voor ons dat we een Surinaamse stem. Dat ding is er al. Dus ik, het ministerie, of langer het laatst kan zeggen, sorry, minister, ik vind het een geweldig initiatief. En er zijn maar twee regels die we kunnen volgen. Of internationale regels, of we gaan als Suriname burgervolk te laat onze eigen regels maken. Min, ook ik zelf initiatief op prijs. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik mensen van het artiestenleven die heel veel geduld hebben en lang genoeg hier willen zitten om dit aan te horen. Maar vaak kan met die mannetjes van de straat die hun ding doen, die graag rapper willen worden. De mannen, ook al stond je artiest aan voor CMO, hoe wij komen naar de resultaten, zonder opstaan en weggaan. Toch? U zag de minister van HINT, Stephen Tsang, en daarvoor Enver Panka en zijn collega-artiesten Booster en Bigiel Watsaam. Ze hebben gisteren hun mening gegeven tijdens de meeting tussen vertegenwoordigers van de muziekindustrie en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in de KKF Beurshal.